Jeroen drinkt graag een kopje koffie. Vandaag is hij op het Centraal Station. Jeroen heeft het de laatste tijd erg druk en komt hier om lekker te ontspannen en zijn krantje te lezen. Maar dat geldt niet voor iedereen in de Espresso Bar. Het begint Jeroen de laatste tijd steeds meer op te vallen dat de mensen om hem heen van alles doen. Naast hem werkte iemand aan de vormgeving van een website, verderop zit een groepje mensen in een aparte ruimte druk te vergaderen. Bij het raam werkt een student aan zijn scriptie en zo zijn er nog meer mensen die op hun laptop aan het werk zijn. Naast Jeroen zit Sophie. Ook Sophie is hard aan het werk, tenminste, totdat ze aan de praat raakt met Jeroen. Ze hebben het over van alles en nog wat, maar hij is ook erg geïnteresseerd in waarom ze juist nu daar aan het werk is. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen niet op kantoor werken. De krant die Jeroen leest blijkt zijn vermoeden te bevestigen. Kenniswerkers maken 80% van de Nederlandse beroepsbevolking uit. In 2010 telde het CBS 10% mobiele werkers zonder vaste werkplek, voornamelijk in de ICT. Ongeveer 13% zijn thuiswerkers. Dan zijn er nog de ZZP'ers, zo'n 10%, die afwisselend op locatie, thuis of op een flexplek werken. 66% van alle IT-bedrijven in Nederland werken met een kantoorinrichting van flexplekken. En in andere Europese landen is dat al 80%. Een traditionele werkplek is zo'n 25 vierkante meter en een flexplek is maar 17 vierkante meter. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de inrichting en de locatie van kantoren. Een groeiend deel van alle kenniswerkers wil en kan, dankzij mobiel internet, tijd en plaats onafhankelijk werken op verschillende locaties, maar ook tijdens het reizen. Jeroen en Sophie kunnen het erg met elkaar vinden en komen voortaan vaker samen. Want in de stad zijn veel meer van die leuke espresso-werkplekken. Waar mensen werken, vergaderen en elkaar ontmoeten. Steeds minder mensen kiezen voor het kantoor en de werktijden veranderen.